je bent het met mij eens. Dit is toch gewoon een gaaf ding om te zien, of niet dan? Die neus naar model van die hele grote Tacoma pick-ups die in de USA heel veel verkocht worden. Hele aparte wielkasten die een beetje naar binnen lijken te knijpen. Dat is natuurlijk optisch bedrog, want het komt door de zwarte wielkastverbreder. Ooit, lang geleden, dan hebben we het alweer over de jaren 90, toen de Toyota RAV4 voor de eerste keer naar ons land kwam, was het opslag een van de best verkochte SUV's van allemaal. Maar dat is ook niet zo gek, want het was een van de enige SUV's die op de markt kwam. Sindsdien zijn er heel erg veel concurrenten bijgekomen. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat de RAV4 steeds meer marktaandeel is kwijtgeraakt. Maar tegelijkertijd was de RAV4 ook altijd niet heel fraai, een beetje saai, een beetje blikkerig, niet heel erg ruim. En als je dan naar dit apparaat achter mij kijkt, is hij saai? Nee, dat zeker niet. Blikkerig heb ik tot nu toe ook niet gemerkt. En hij ziet er ook een heel stuk groter uit. Laten we maar even kijken of hij dat daadwerkelijk is geworden, want dat zal vast een hele goede start zijn. Hij lijkt dus niet alleen een stuk groter geworden, hij is een stuk groter geworden. Dit is 580 liter bagageruimte in een hele mooie vierkante vorm, makkelijk toegankelijk. Dus dat is vast een goede start. Leuning staat onder een mooie hoek, deze ook. En de bank staat hoog in de auto omdat die bovenop de accu van het hybride systeem staat. Jawel, hybride systeem, daarover later meer. Hoe dan ook, comfortabele achterbank. Maar wel met een klein nadeeltje, of liever twee. En dat heeft ook met die accu te maken. Die zorgt er namelijk voor dat de achterbank niet verschuifbaar is. En dat is in dit segment toch wel een klein minpuntje qua functionaliteit. En ook, als je hem plat gooit, is hij niet helemaal vlak. Kunnen we het meeleven. Nou ja, als we van achter naar voren door de auto heen wandelen, dan komen we natuurlijk uiteindelijk bij de bestuurdersstoel uit. De belangrijkste plek in de auto, wat mij betreft. En hoe is die? Wel, op zich, de zitpositie zit lekker hoog in de auto. Dat is heel goed voor het overzicht. Je kunt echt het einde van de neus zien. Stuur, voor mijn neus, goed telescopisch, axiaal, alles instelbaar. Niks over te klagen. Alleen de stoel zelf, een beetje Japans, typisch Japans autokwaaltje, en dat de stoel een beetje kort is. De hoek van de zitting, je kunt hem wel aanpassen, maar ook weer net niet dat je je benen hoog genoeg kunt tillen. En ik ben nog maar 1,82 meter. De gemiddelde Nederlander is volgens mij nog zelfs een stukje langer. Dus als je echt heel groot bent, moet je absoluut eerst even gaan proefzitten in deze auto om zeker te weten of het iets voor jou is. Nou, voor de rest, het zicht rondom is dus goed, want je zit hoog en redelijk dun A- en B-stijlen. Maar dan gaan we helemaal naar achteren kijken. Ja, dan heb je natuurlijk die omgekeerde haaienvin als mooi stijlelement. Dat betekent wel dat het zicht naar achteren, driekwart naar achteren, waardeloos is. Is een oplossing voor, en dat is dit apparaat, een elektrische achteruitkijkspiegel. En ja, dat werkt dan weer best wel prima. Het is een soort van achteruitkijkspiegel annex parkeerkamera in één. En daardoor heb je toch in zekere zin het overzicht dat je nodig hebt. Ze hebben ook werk gemaakt om het interieur qua design aan te laten sluiten bij de buitenkant. Ook hier diezelfde hoekige vormen. En ja, dat is eigenlijk al met al best wel een smaakvol geheel. Ook qua afwerking. Ik weet niet of het standaard of optioneel is, maar redelijke soft touch en mooie sierstiksels en zo. Om er een beetje wat van te maken. Hieronder heb je natuurlijk wel harde plastics. Maar laten we wel weten, dat is eigenlijk een beetje de norm in het segment. Bouwkwaliteit kan op andere punten wel weer iets beter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze middenconsole en ik kom er met mijn knie tegenaan. Ja, dat buigt toch wel een klein beetje door. Het is niet 100% snaarstrak, wat sommige concurrenten in dit segment wel hebben. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk hoe het allemaal werkt en functioneert. Nou ja, indeling vrij duidelijk. Hier aparte airco cluster. Hier de bediening voor de aandrijflijn. En dan ja, het infotainment systeem. Toch altijd wel een klein beetje een zwak punt van Toyota en Lexus. En dat is nu niet anders. Dat zijn van die dingen die hadden wat mij betreft, net als de rest van de auto, iets meer volwassen mogen worden. Wel nu, we zijn onderweg dus met de hybrid all-wheel drive. En dat is niet echt een lichte jongen. Zo met twee man volle tank kan je toch wel zeker richting de 1800 kilo. En dat betekent, de auto moet wel een klein beetje serieus afgeveerd worden om al dat gewicht te ondersteunen. En om dan te voorkomen dat hij niet te stug wordt, is hij vrij slap gedempt eigenlijk. En daarnaast heeft hij ook nog, ondanks 18 inch wielen, banden met een redelijk hoge wang. En daardoor ja, is het wel een auto die een beetje de tijd moet geven om in bochten te gaan hangen. Het is wel, hij is prima in de stad en dergelijke.
Maar zo gauw je een beetje op een bochtige weg terechtkomt, zoals hier in de buurt van Barcelona, ja, dan merk je wel dat je met flink wat gewicht onderweg bent en dat het gewicht niet echt mooi afgedempt wordt in de bochten. Nou, om even kort uit te leggen hoe de techniek van deze auto werkt. Het hart is nog steeds een vrij conventionele 2,5 liter viercilinder zonder turbo. En die wordt bijgestaan door een tweetal elektromotoren in dit geval, want het is de all-wheel drive. En ja, all-wheel drive betekent dan in zo'n hybride niet dat je voorin aandrijving hebt en die dan met een kardanas naar achter wordt gebracht. Om het zo te verdelen, maar dat je gewoon een elektromotor op de achteras hebt. Elektromotor van 40 kilowatt. Dus het kan misschien net het verschil zijn tussen wel of niet vastzitten in de sneeuw. Maar ja, als het je echt gaat om serieus blubber en karren uit modderige weilanden trekken en zo, ja, dan denk ik dat het een beetje tekort schiet, dat systeem. Over die karren gesproken, wel heel belangrijk. Deze vierwiel aangedreven hybride die gaat volgens Toyota wel 40-50% van de verkoopmix op zich nemen. En dat heeft onder andere mee te maken dat de gewone tweewiel aangedreven hybride maar 800 kilo mag trekken. Maar voor een beetje kampeerder is dat natuurlijk te weinig. Deze vierwiel aandrijver die mag het dubbel aan de haak nemen. Dan is er overigens ook nog het instapmodel. Dat is gewoon een conventionele motor, 175 pk. Tweewiel aandrijver, die mag 2000 kilo trekken. Maar ja, dat is weer geen hybride, dus die zal wat meer verbruiken. Maar met dit systeem dus, een systeemvermogen van 222 pk, 2,5 liter dus, bijgestaan door twee elektromotoren. Ja, en het mooie daarvan is natuurlijk dat die op, in elk geval alvast op papier heel zuinig is. 100 gram CO2 per kilometer, dat betekent dat de BPM heel laag is. En dat zorgt er dus voor dat dat een beetje compenseert voor de relatief dure hybride techniek. Dus in eerste instantie lijkt de auto niet per se heel veel voordeliger dan een auto met conventionele motor. Maar wat je natuurlijk wel hebt is voor hetzelfde geld een aandrijflijn die genoeg vermogen heeft. 222 pk, genoeg van 0 tot 100 in 8 seconden. En die ja, in het gebruik natuurlijk een stuk goedkoper is. Die elektromotor die neemt het van je over in de stad. Dus dat betekent dat je je remenergie kan terugwinnen. En ook tijdens het rijden dan koppelt hij af en toe de elektromotor aan de verbrandingsmotor. Om zo wat extra elektriciteit op te wekken voor het geval je in stads- of fileverkeer terechtkomt. En dan kan hij dus geheel elektrisch rijden en zo brandstof besparen. Al met al een heel mooi systeem wat ook echt daadwerkelijk zuinig is gebleken. Nadeel is er ook, en dat is, je moet ermee leren leven, want het is, zoals een beetje Toyota hybride rijder wel herkent, zo'n CVT-systeem. Al die elektromotoren en die verbrandingsmotoren die worden met elkaar verbonden. Heel complexe transmissie, allemaal tandwielen, planetaire tandwielsets. Hoe dan ook, het werkt als volgt. Als ik gas geef, dan gejank van die motor. Ja, en dat is dan wel weer zo. In het verleden was dat heel vervelend dat je dan dat gejank had van die motor en een trage gasrespons en dan ook nog dat je niet echt vooruit kwam. Maar dat is wel een beetje anders, omdat je nu zoveel elektrisch vermogen hebt en conventioneel vermogen, 222 pk, dat je weliswaar het gebrom hebt en het elastische gevoel. Maar aan de andere kant is de auto wel weer zo snel dat je niet heel erg lang dat vol gas hoeft te geven om een, laten we zeggen, respectabele snelheid te bereiken. En dat is nog het allermooiste, als je een gewone rijstijl erop nahoudt, ja, dan werkt het hartstikke mooi. Dit is het soepel en dan hoor je die motor ook nauwelijks. Dus ja, laat ik het zo zeggen, de nadelen van zo'n typische Toyota hybride aandrijflijn zijn steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Terwijl de evidente voordelen, laag verbruik, hele goede betrouwbaarheid en een standaard automaat, ja, die zijn natuurlijk gebleven. Ja, en dan is de volgende vraag, wat mag al dat moois kosten? Wel, en dat is ook wel een dingetje, want nou, ik zei het net al, de instapmotor heeft 175 pk en die is er vanaf €35.000. En dat betekent dus dat er eigenlijk niet echt sprake is van een instapmotor. Het is wel de goedkoopste, maar de goedkoopste die heeft al een hele bak vermogen en die kost ook al een hele bak geld. Hè. Veel concurrenten in dit segment die beginnen al onder de €30.000 en deze vanaf 35. Wil je die hybride, en die wil je waarschijnlijk, dan ben je alweer €40.000 kwijt. En wil je die vierwiel aangedreven hybride, waarmee je dus een serieuze caravan kunt trekken, dan ben je alweer €45.000 kwijt voor opties. Zit wel standaard de nodige veiligheidssystemen op, standaard adaptieve cruise control en lane keeping assist, wat betekent dat je eigenlijk als je in de file rijdt niks hoeft te doen. De auto stuurt zichzelf en houdt automatisch afstand tot zijn voorganger. En ook voetgangerherkenning, automatisch stadsremsysteem enzovoort enzovoort. Redelijk net de standaard uitrusting, maar het is wel een auto die
ja, zeg maar niet onderin de markt, maar halverwege de markt begint. En ja, echt concurreert met ook serieus de duurdere auto. Want als je er eentje neemt zoals deze, ja, dan ga je al met vrij veel gemak over de 50.000 euro heen. Krijg je natuurlijk wel een hele zuinige, betrouwbare, goed uitziende auto voor terug. Maar ook gecombineerd met die hybride aandrijflijn, die dus wel zijn typisch karakter heeft. Toyota RAV4 heel stuk beter geworden, maar je moet er wel een type voor zijn.